komt een coöperatieve vereniging, dat is de voorkeursvariant, bij wie we de grond en erfwacht uit kunnen gaan geven onder de huisjes en de tuintjes. En zij kunnen dan ook zelf gaan bepalen wie er bij hen past, hoe die exploitatie vormgegeven gaat worden. En daar zullen ze ook komend jaar nog de tijd voor hebben. We begonnen in angst, met z'n allen. Met 1100 gezinnen begonnen we in angst. En we eindigen nu in een hoopvolle situatie een jaar later, waarin we vooruitzicht hebben naar eigenlijk wel een hele mooie toekomst op dat recreatieoord. Nu gaan we aan de slag met verder vormgeven en dus uitwerken van de plannen die we met elkaar hebben vastgesteld. Dat gaat echt nog wel een tijdje in beslag nemen. Daarom hebben we ook afgesproken met elkaar dat komend jaar er nog niks zal veranderen. Wij blijven eigenaar van het recreatieoord en we nemen het komend jaar nemen de tijd om uitvoering te geven aan de plannen. Bijvoorbeeld moet je denken aan het oprichten van die coöperatieve vereniging die dan alle taken van ons, van de gemeente, kan overnemen.